Met het verdwijnen van het Palais du Pigon verliest de grens van Adenkerk en Bredun een stukje charme. Het grenscafé sluit na 76 jaar en dat valt zwaar voor de vele klanten die hun Pigon en de cafébaas zullen missen. Dat vind ik heel spijtig. Ik heb er vannacht van gedroomd dat het dicht ging. Voor ons is dat een groot verlies. L'ambiance et puis pour Perivaux, il est très agréable. Il reçoit bien ses clients et tout. On est un peu triste parce qu'il part ce soir. Donc il va nous manquer beaucoup. Intussen stroomt de Pigon rijkelijk. Even de Franse tour op om in het Palais du Pigon te gaan aperitieven is populair in de grensstreek. Vooral de Pigon Maison is hier beroemd en berucht. Dat is de Curaçao l'Orange Jacques Selveret. Dat is een mengeling van liqueur. Dat is tussen Grand Marnier en Cointreau. Minder liquoreus, minder kostelijk, moet dat durven zeggen. Pigon en dan een mousse brut. Er bestaat Pigon champagne, Pigon bier, Pigon... Je kunt doen al wat je wilt. Het Palais du Pigon moet plaatsmaken voor een hotel en appartement.